overleed het veld te betreden. U ziet hier de gevolgen van pingpong. Wij hebben voor hem prijzen, maar daar moeten ze wel wat voor doen, zijn kameraden. Binnen 3 minuten moet deze nog vrijgezel ingegraven zijn en alleen zijn hoofd mag er buiten steken. Het is vast om te wennen aan de beklimmende periode die gaat volgen, waarin je nauwelijks bewegingsvrijheid krijgt. Daar kun je er nu vast aan wennen. De heren zijn aan de gang. De tijd. Ik zou zeggen, trek hem erin. De heren zijn aan paintballen geweest. Dat is gloeiende. Onvoorstelbaar. Was dat 10-1? En dan staan we dan zo van die gasten te lachen. Dat zijn eigenlijk ook een beetje de lachbekken van het geheel. Die hebben opgegooid, maar die komen er niet bij staan. Ja, oh, kijk eens. Daar gaat hij. Jost, hou hem vast liggen. Er is 1 minuut voorbij. Liggen, het gaat voor zijn prijzen. Ligt hij helemaal vast met zijn gezicht erboven? Oh, yes! Dan gaan we op hem serveren. Ja. 3 ballen voor een gulden. En Jelle, ik zou zeggen, kom je even voor de sprong, sir. Jelle. We zijn bezig aan 2 minuten. Ja, alleen zo hoog zitten. Ja, dit is de schouder, kijk. Hier. We klokken 2 minuten. Hij kent een biertje. En wij denken dat deze recordpoging geslaagd is. Dus. Yeah. Eindelijk kan ik nou doen wat altijd zo graag al heb gedaan. Oké, heren. De kantoor zijn voor Jos. En we gaan over 2 minuten verder met het toernooi. Leuk intermezzo, Jos. Hij komt eruit. En de taak voor jullie is binnen 1 minuut om dit weer te egaliseren. Jos. Alsjeblieft. Waar de bonnen, zodat je toch nog gezond naar huis kan straks. En we hopen maar ergens in augustus dat je een mooie dag mag hebben.